Goeiedag, Bas hier van de Carp Specialist. En we zijn niet in Europa, we zijn afgereisd voor u naar Afrika, naar Marokko om precies te zijn, om u onze nieuwste bestemming Ait Mesout te laten zien. Mooi gelegen in het Atlasgebergte, op zo'n goede 3 uur rijden vanaf Marrakesh. Ik ga hier 2 nachtjes heen samen met onze Belgische pachter van het water Mark. We proberen u in deze korte film het meer zo goed mogelijk te laten zien. We vissen 2 nachtjes, dus wie weet krijgen we ook wat karpers voor de camera. Nu vlug verder, ik heb nog een aardige rit voor de boeg. Helaas was het gisteren al donker toen we aankwamen op Ait Mesout. Maar dat maakte de verrassing vanochtend eigenlijk dubbel zo leuk. Het is echt een schitterend mooi water. Het is 190 hectare, maar ze doet het niet aan. En de reden daarvoor is dat het water over het algemeen tussen de 300 meter breed is. Het is dus echt een afgedamde rivier die ruim 10 kilometer lang is. Schitterend dus en daardoor denk ik ook extra goed te bevissen, omdat de vis, langstrekkende vis, door zijn geringe breedte uitstekend te onderscheppen is. Het is helaas een beetje bewolkt vandaag, maar ik ga u proberen om het water zo goed mogelijk te laten zien. De stek waar we nu vissen, die grenst aan een diepe deel van het water. Op de achtergrond ziet u de barrage al. De barrage is als het ware de stuwdam die ervoor zorgt dat je echt een afgesloten meer hebt. Dat is het diepste deel van het water. Ik ben er redelijk in de buurt geweest. Je mag tot 200 meter vanaf de barrage komen. En toen had ik ruim 15 meter diepte op de dieptemeter. We gaan nu in de grote boot. We gaan proberen zeker 1 kilometer of 10 eigenlijk richting het eind te gaan. Richting de ondiepe zone. Hij meandert natuurlijk sterk en we komen ongetwijfeld nog wat interessante stekken tegen. Wat heel erg interessant is, op 190 hectare staan we maar een maximum van 12 tot 14 vissers toe. Dus ruimte zat. Je hebt letterlijk dus kilometers voor jezelf. Zo, we zijn al een goed eind op weg op het meer. We hebben de dieptemeter aangesloten en in vergelijking met de plek waar we zaten, dus tegen de stuwdam aan, is het hier een stuk ondieper en we zien veel meer vissen op de dieptemeter. Dus wellicht hebben we een verkeerde stekkeuze gemaakt, maar dat maakt niet uit. De stekken op het water bieden heel veel diversiteit en er is ruimte zat voor 12 man. Je kunt die verkassen bij het leven. Dus mocht het even niet lopen, is het altijd mogelijk gedurende de sessie om te verkassen. En de vis is vrij snel gevonden. Wij gaan nog eventjes verder. Even kijken wat voor moois we onderweg nog tegenkomen. Het is rustig, het is mooi. We zien wat mensen, wat boeren aan de kant lopen. Iedereen is even vriendelijk. Het is echt schitterend. Het is water met potentie. De sessie op Ait Mesout zit er weer op voor me. 2 nachtjes gevist met Mark. Helaas op deze stekken niks kunnen vangen. Het water zit boordevol potentieel.
In totaal heeft Mark al 1250 karpers uitgezet op het water. Dat is op 190 hectare nog niet heel veel. Maar we weten natuurlijk niet precies wat het originele bestand is. In de komende maanden gaat Mark verder met uitzettingen. En er is al bekend van het water dat er in ieder geval karper zwemt tot minimaal 25 kilo. Het is en blijft een enorm avontuur. Het is dus perfect geschikt voor de vissers. Die gaan voor het onbekende. Ik vind het in ieder geval prachtig. Ik plan zo snel mogelijk een trip in voor mezelf en mijn vrienden voor een week. En het is absoluut aanrader namens de karpspecialist. Als u houdt van rust, ruimte, geweldig mooie natuur. En ja, de visserij op een water waar nog eigenlijk niks van bekend is.